Oké, dus we weten nu allemaal wel dat het Gooi kakkerland is. En als je een paar afleveringen terug hebt gekeken, dan weet je ook dat in Amsterdam waren er een heleboel rijke mensen. En die hielden meestal niet zo heel erg van Amsterdam, want Amsterdam stonk. De riolering daar was echt niet goed. Hierdoor kwamen die rijke Amsterdammers altijd graag naar het Gooi toe op vakantie om daaraan te ontsnappen. Dus hier komt het welbekende kakkerstereotype vandaan. Eigenlijk waren dat gewoon allemaal Amsterdammers die naar het Gooi toe verhuisden. Dit gebeurde ongeveer in 1700, 1800. Maar voor die tijd woonden er ook mensen in het Gooi. Wie waren dat? Het Gooi is een prachtig grondgebied. Ook heel erg onhandig voor als je hier een boer wilt zijn. Het bestaat uit hooilanden, weilanden, heides, wildernissen. Het is gewoon niet helemaal ideaal als je hier wilt ploegen. Toch waren er een paar boeren die gek genoeg waren om het wel uit te proberen. Dat waren de erfgooiers. We staan hier nu bij een meent. Het idee van deze meent was eigenlijk dat het een soort van gemeenschappelijke grond was. En hier woonde dus niet één boer, maar meerdere. En ze konden hier dus gezamenlijk hun schaapjes en hun koetjes over laten grazen. Dat betekent dat iedereen hier ook een beetje zeggenschap had over het land. Dus als er dingen bepaald moesten worden, dan deden ze dat door middel van vergaderingen. En dit was hun recht. Volgens de Germaanse wet mochten ze die beslissingen zelf maken. Alleen was er één man die woonde hier, die vond dat niet zo cool. Graaf Floris de Vijfde van Holland. Hij wou dat gebied namelijk beter controleren om Utrecht een beetje tegen te zitten. En dat ging niet als die gooiers ineens allemaal zelf beslissingen gingen maken. Nee, hij moest regeren. Dit was zijn recht. Dat stond in de Romeinse wet. In de middeleeuwen waren er twee geldige wetten. Je had de Romeinse wet en je had de Germaanse wet. Maar wie had er in dit geval gelijk? Floris de Vijfde kreeg gelijk, want het is fucking Floris de Vijfde. Maar dat boeide de erfgooiers niet. 100 jaar later had onze goede vriend Willem de Derde van Holland hetzelfde probleem. De gooiers die bleven vergaderen en dat maakte Willem boos omdat ze daarmee eigenlijk zijn autoriteit ondermijnden. Eigenlijk is dit het tegenovergestelde van kakkergedrag. Dit is socialistengedrag. Een soort van sociale vorm is het wel. Maar ik denk niet het idee wat wij hebben van socialisten. Deze manier van boeren is eigenlijk al heel oud. Die voert terug op de middeleeuwen. Toen was dat heel gebruikelijk. Het opvallende of het bijzondere is dat het in deze streek langer heeft voortgeduurd dan in andere gebieden van wat nu Nederland is. En dat heeft geduurd tot uiteindelijk wel 1971. Kijk, in principe staat het los van dat hele boerengemeenschap natuurlijk. Maar het idee van met elkaar een gemeenschap zijn, dat leeft nog wel best wel sterk in deze gemeente. Zo heb je onder andere de wandelmeent, de woonwijk. Dat is een bepaald stuk van de Hilversumse meent. Is gebouwd in de jaren 70. Dus dat de commune gedachte stamt wel heel erg uit die tijd. Waar mensen als het ware in een soort leefgemeenschap zijn met elkaar. Gezinnen hebben wel hun eigen huizen, maar ze vormen clusters van gezinnen die met elkaar een keuken delen, de wasmachine delen en ook minstens één keer per week met elkaar eten. Het zijn niet alleen maar gezinnen met kinderen, daar wonen ook oudere mensen en jonge startende mensen. Juist dat hele scalaatje dat is nog steeds. Vroeger gingen ze samen plaggen steken en nu gaan ze samen koffie drinken. Daar kun je misschien de lijn van de erfgooiers in terugzien. Dat met elkaar gebruik te kunnen maken van wat de omgeving je biedt. Dat zie je in een kleine vorm, heden ten dagen daar nog wel terug. Zo, dat was het dan. Die erfgooiers die begrepen iets wat eigenlijk, ik denk, niet heel veel mensen tegenwoordig nog begrijpen. Ik denk dat veel te veel mensen de dag van vandaag alleen zijn. En nou hoef je dat niet gelijk op te lossen door een commune te beginnen in het midden van de stad met de rest van je buren. Nee, ik denk dat de beste manier om van de erfgooiers te leren is gewoon door je vrienden bij elkaar te roepen. En misschien iets leuks te maken. Misschien een filmpje over iets spannends. Iets hyperspecifieks, maar toch iets machtig interessants. Misschien wel een filmpje over de Gooise geschiedenis. Dankjewel voor het kijken.